Yo gasten, Gamo's, welkom bij een nieuwe Clans of Clans video. Vandaag doe ik weer een keertje Bouwersal. En dat is met een reden, want ik heb namelijk mijn barbaren maximaal level. Dat kan ik hier laten zien. En wat de fuck gebeurt er? Oké, ik open de app weer. Hij ging zomaar crashen of zo. Oké, nee, dat is prima. De opname die loopt gelukkig nog wel. Soms loopt hij dan vast. Maar ik wou het gewoon hier laten zien. Ja, nu kan ik het wel zien. Jullie zien het. Level 16 barbaren. De eenheid heeft al het maximaal level. Super nice. En daar gaan we dus vandaag gewoon lekker mee aanvallen. En dan gaan we eens kijken of we mooi vaak kunnen winnen. De trophies zijn helaas weer gereset naar 4000 trofeeën. Is een beetje balend. Maar wat was mijn record? Ik had best veel. Ja, 5266. Dat was mijn record van vorig seizoen. Dus dat was echt ziekelijk hoog. Ik stond ook in de top 40. Maar ja, nu zijn we natuurlijk weer helemaal naar beneden gekelderd. Omdat we weer wat omlaag zijn. Maar hopelijk gaan we nu weer een paar keer op rij winnen. En dan komt het uiteindelijk helemaal goed. Maar eerst wil ik jullie allemaal vragen om even dat duimpje omhoog achter te laten. Te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Weet je, 1000 likes op deze video zal super awesome zijn. Maar laten we maar voor de eerste keer gaan aanvallen. Ik doe dan bommetjes. Trouwens, dat is de volgende troep die ik helemaal ga upgraden naar maximaal level. Bommetjes, dat vind ik ook echt heel chill. En als je maximaal level hebt, heb je in plaats 4 bommetjes, heb je dan 5 bommetjes. Dus dat is op zich wel goed iets om verder te upgraden. Ik zet hier even nu bommetjes neer. En dan kunnen we hier met barbaren verder aanvallen. En dan, als het goed is, moeten we zo meteen hier doorgaan. Want als ze hier doorgaan, dan gaan ze allemaal naar die vermorselaar. En dat moet je ook niet hebben. Dus ik zet hier nog wat troepen neer. Daar is nu al een bommetje. Ja, dit is goede zaak. En dan hebben we daar nu al een gat door de muur. En dan moet die gevechtsmachine er wel heen lopen. Ja, die loopt er ook heen. En dan is het nu gewoon een kwestie van de troepen goed neerzetten. Zodat ze een hoofdgebouw neergaat. En eventueel nog wat meer procent halen. Ik zet hier ook nog wel een bommetje neer. En dan zet ik hier nog wel barbaren neer. En dan halen we sowieso de 2 sterren. Het is alleen een beetje afwachten hoeveel procent ik naast die 2 sterren haal. Ik zet hier nog wel even wat barbaren neer. Want daar is die vermorselaar namelijk kapot. En we hebben nu al 77%. Die barbaren level 16 zijn echt niet normaal goed. 87%. Die gevechtsmachine gaat ook nog kapot. Gaat die oven ook nog kapot? Dat zou ook wel baas zijn. Ja, die gaat ook nog kapot. En zou dit ook nog kapot gaan? Als dat kapot gaat, zouden we misschien de 100% kunnen halen. Nee, dit gaat net niet lukken. Want dan hadden die bommetjes uiteindelijk die vermorselaar kapot kunnen krijgen. Maar helaas, 94%. Alsnog natuurlijk een super sick aanval. Het zou wel heel nice zijn als we nog de 100% weten te halen. En mijn tegenstander heeft maar 44%. Oké, wat de fuck, dat was niet al te hoog. Maar ik boost mijn klokkentoren even en dan kunnen we zo meteen weer aanvallen. Trouwens, de beest die ik nu heb vind ik echt heel chill. Ik was vorig seizoen was ik dus op plek 40 geëindigd of zo. Dus dat is best hoog. Kan je dat zien? Wat het vorig seizoen was? Nee, dat kan je niet zien. In ieder geval niet van Nederland. Wel van wereldwijd. Maar daar stond ik natuurlijk niet bij in de top. Maar van Nederland stond ik zeer zeker wel in de top. Trouwens, er zijn in de bouwzuimen nog wat plekjes vrij. Ik heb nog 4 plekjes vrij. Mocht je geïnteresseerd zijn, kan je natuurlijk joinen. Ja, de laatste tijd zijn we met clan spelen. Gaat het niet heel lekker. Bijvoorbeeld nu, hoeveel zijn we nu met clan spelen? Het is bijna afgelopen en we hebben nu de 12.000. Maar die 18.000, dat gaan we helaas niet meer halen. Dus ben je actief en wil je graag in ons clan, dan ben je van harte welkom. Oejo, hier is wel echt een zieke aanbieding te koop. 22 euro, yo. Misschien dat ik die binnenkort ga kopen. Ik weet niet. Ja, hij is 19 uur beschikbaar. Dus hij is wel redelijk snel weer weg. Maar ja, 8 miljoen. Ik heb het niet zo. Het is niet een aanbieding dat je denkt, woejo, die moet ik echt hebben. Want je krijgt geen edelstenen erbij. Maar laten we maar snel door aanvallen. Ik wou eerst zeggen, bij de 2000 likes gaan we die openen. Maar ja, tegen die tijd is die aanbieding alweer weg als deze video online staat. Dus daar heb je ook niks aan. Maar volgende aanval, dan gaan we eens kijken of ik hier ook weer zoveel procent kan halen. Ik laat die bommetjes maar eerst even hun werk doen. Ja, want dan kunnen ze daar even alles kapot maken. En zou ik nu nog... Nee, want hij heeft hier geen boogschutters te storen. Dat is wel echt chill. Oké, dan zet ik nu wat barbaren neer. En er waren allemaal veervallen. Dus maar goed dat ik nu wat barbaren neerzette. Oh joh, daar lag ook een megabom. Dat is wel een beetje fucked up. Maar ik heb daar nu al een gat door de muur. Dus dat is mooi. Dan kunnen we nu mijn gevechtsmachine neerzetten. En dan is het nu een kwestie van barbaren spammen. En zorgen dat we door de muur komen. Er zijn al 2 reuzenbommen kapot. Dus dat is een goed teken. Dan krijgen we daar in ieder geval geen last meer van. Kan ik mijn reuzenkelen... Oh nee, mijn gevechtsmachine kan ik helaas niet nog een keer boosten. Ik zet hier even nog een bommetje neer. We halen zijn hoofdgebouw daar wel neer. Ja, dat komt goed. En dan spammen we hier nog even wat barbaren. Zou ik verder nog barbaren spammen? Nee, ik spam ze allemaal hierboven wel. Dan zorgen we gewoon dat we daar nog wat procent halen. Ja, het gaat niet zo goed als vorige aanval. Maar op zich,
72% en het wordt nog meer, want daar haal ik ook nog 74%. 77% is natuurlijk ook nog steeds een super sicke aanval. Dit is zo heerlijk. Met barbaren en bommetjes haal je altijd 2 sterren. Altijd. Ik kan het wel laten zien. Waar kan je hier? Logboek. 2 sterren. Kijk, alles is 2 sterren. Dat is echt niet normaal. En dit hier had ik zeg maar nog heel veel trofeeën. Kan ik hier ergens een... Oh, huh? Ik heb gewoon gelijk gespeeld. Mijn tegenstander had ook 77%. Ja, is niet anders. Bijvoorbeeld, hoeveel trofeeën had ik hier? Kan je dat zien in de herhaling? Nee, dat kan je helaas niet zien. Maar in ieder geval, ik had over de 5000 trofeeën. Maar laten we nog maar een keer aanvallen. Want het is een beetje fucked up dat het dan net gelijk komt. Ik moet nu wel even winnen. Oei, joh, die heeft die dubbele kanon al maximaal level. Die kom je niet vaak tegen, maximaal level dubbele kanon. Maar ja, deze kerel heeft het al. Maar laten we maar weer dezelfde aanvalstactiek doen als wat ik net ook de hele tijd deed. Nu zet ik alvast wel wat barbaren er neer. Want die boogschutterstoren die gaat anders mijn bommetjes doodmaken. En dat moet je niet hebben, want anders gaan mijn bommetjes hier niet naar de muur. Yo, hij heeft hier ook nogal een maximaal level muurtje. Dat is op zich best wel ziek. Dus hij, het is wel een tegenstander die veel speelt op zich. Zet ik mijn gevechtsmachine alvast daar neer. En dan als het goed is, moeten we zo door die muur kunnen komen. Ja, daar zijn we nu ook door. Dan zet ik hier even wat barbaren neer. Om in ieder geval daar die gebouwen neer te halen. En dan hier ook nog weer wat barbaren. Die mega Tesla, die moet ook gigantisch snel oprotten. Want die is echt scheidirritant. Die doet best wel veel damage, jongen, zo'n mega Tesla. En dan doe ik hier een bommetje om daar in ieder geval even een muurtje neer te halen. En dan kunnen we hier ook meteen wat gebouwen neerhalen. Ja, dit wordt wel weer 2 sterren, maar dit wordt niet zo'n lekkere aanval als vorige keer. Deze kerel, die heeft een goede base, zeg maar, waar ik tegen moest. 61%, het wordt nog wel meer, 66. Gaan we nog de 70 halen? Ja, net de 70, precies 70%. Oké, en alsnog weer een goede aanval. Het is alleen nu hopen dat mijn tegenstander een mindere aanval heeft. Eventjes kijken, wat doet mijn tegenstander? Oh shit, dit is echt zo'n tegenstander die er super lang over doet. Hij heeft zijn gevechtsmachine al wel dood. En hij heeft alleen nog maar boogschutters en bommetjes. Hij heeft wel maximaal level boogschutters. Dat is wel sick. Maar weet je wat, jullie zien me weer als deze avond klaar is. Want dit is natuurlijk ook voor jullie een beetje bullshit om op te wachten. Maar ik hoop natuurlijk dat ik ga winnen. Nou, ondertussen is mijn tegenstander bijna klaar. Ik had 70% en hij had ook 70%. Want die laatste gaat hij denk ik niet meer neerhalen. Of gaat hij die wel neerhalen? Moet ik toch even checken voor de zekerheid. Wordt hij aangevallen? Nou oké, hij is wel kwaad. Allebei 70%, zo fucked up. Maar dit is zo zonde van de klokkentoren. Want dan ben je gewoon 2-3 minuten aan het wachten voordat die tegenstander een keer klaar is met aanvallen. Nou ja, gelukkig is hij nu eindelijk klaar. Maar 2 keer achter elkaar gelijk gespeeld. Dat is wel een beetje balen. Nieuwe tegenstander. Oké, dit is wel een chille base. In ieder geval voor mij om aan te vallen. Ja, ik denk dat ik hier wel weer ziek veel procent op kan halen. Eerst even de hoekjes, want dan heb je daar meteen alles kapot. Zorg ik even dat ik hier 1 bommetje al. Weet je wat, ik zet hier ook alvast 2 bommetjes neer. Dan gaan we nu alvast barbaren neerzetten. Kijk, die mega Tesla is echt schrijf irritant. Doen we hier weer even een bommetje. Nou, gelukkig is die mega Tesla nu al kapot. Dan moet er 1 bommetje naar het midden gaan. En dat gaat hij ook. Oké, dat is chill. Die Tesla's daar even kapot maken. En dan nu hier gevechtsmachine. En dan hebben we eigenlijk al lekker wat troepen hier staan. En dan denk ik dat deze aanval rond de 70-80% gaat eindigen. Ik zet hier alvast wat barbaren neer. Zet hier ook wat barbaren neer. Om daar wat damage te doen. En hier ook wat barbaren. En dan zet ik hier in het midden ook nog wat barbaren. En dan hebben we weer een heerlijke aanval. We zitten nu al op de 50%. Maar we hebben nog best wel wat barbaren rondlopen. Ah shit, die vermorselaar maakt daar wel meteen alles dood. Ah, 74%. Nee, meer als dit ga ik denk ik niet neerhalen. Nee, dat bommetje is daar nog bezig. Maar ik denk dat hij nu dood wordt gemaakt door... Ja, door die moet hij. Ja, dan wordt hij ook. Dan kunnen we net zo goed stoppen. Maar zijn 74% alsnog een prima aanval. Laat me nu wel een keertje gewoon winnen. 2 keer gelijk achter elkaar, daar word je natuurlijk niet heel gelukkig van. Deze tegenstander is nog volop in de aanval. Maar om eerlijk te zijn ziet dit er voor mij wel redelijk goed uit. Want het ziet er niet naar uit dat hij veel procent gaat halen. Nee, dit ga ik sowieso wel winnen. Oké, nice. Eindelijk een keer een potje die ik wel ga winnen. Het duurt nog wel even voordat de aanval voorbij is. Maar jullie zien het sowieso zo meteen wel als de aanval klaar is. Inderdaad, dit heb ik gewoon makkelijk gewonnen. 48%. Oké, snel door naar de volgende potje. En dan hoop ik dat we deze gaan winnen. Want dan hebben we zeg maar de dagelijkse buit hebben binnen. Dan hebben we 3 potjes gewonnen. Zonder eigenlijk te verliezen. Dan hebben we er wel 5 potjes over moeten doen. Maar in principe maakt dat niet heel veel uit. Want we gaan qua trofeeën niet omlaag. Hier even bommetjes neerzetten. Dan moeten we die Tesla even kapot maken. Dat zou mooi zijn.
En als die bommetjes daar een gat door de muur maken, zou ook hartstikke mooi zijn. En dat gebeurt nu ook. Oké, perfect. Dan gaan we nu even wat barbaren hier omheen spammen. Hierboven moeten trouwens ook redelijk wat barbaren. Want die mega Tesla en zo, die moeten zo snel mogelijk kapot. Dat zijn echt verschrikkelijke troepen. We maken hier even wat gaten door de muur. Gevechtsmachine kan ik ondertussen weer boosten. Hier even een bommetje. Waar zullen we nog meer een bommetje doen? Doen daar wel een bommetje. Oeh, daar lag een reuzenbom. Gelukkig had ik daar nog niet ontiegelijk veel barbaren rondlopen. Hieronder doe ik ook nog even een portie barbaren. Kan ik mijn gevechtsmachine nog een keer boosten? Ja, één keertje. Maar die is nu wel dood. Oeh, daar lag ook een reuzenbom. Wel redelijk weer wat procent. 74%. Zelfde als vorige aanval. Prima. Weet je, elke aanval zoals jullie zien is rond de 70% met maximaal level barbaren. Maar kom op, laat me deze ook winnen. Dat gaan we misschien nu zien. En oké, ja, deze hebben we sowieso weer gewonnen. Want hij heeft nog maar 2 gunstelingen. Ja, 53%. Hij gaat nooit meer 20% halen met de 2 gunstelingen. Daar is eentje dood, heeft hij daar nog één. Maar dat is niet voldoende. En inderdaad heb ik deze gewonnen. Mijn gevechtsmachine, die moet nog even levend worden. Ja, dat duurt nog 2 minuten. Maar even kijken bij mijn logboek. Kijk, ik heb nu zeg maar van de 4 heb ik opgenomen. Gewoon 5 potjes, geen 1 keer verloren. Ja, 2 keer gelijk is een beetje fucked up, is een beetje jammer. Maar in principe ben ik wel blij met deze aanvallen. En wat ik trouwens ondertussen in de tussentijd heb gedaan sinds de update is 1 vuurwerk upgraden naar level 7. Nu heb ik alle vuurwerken level 7. En ik ben nu een beetje mijn dubbele kanon en gewone kanon aan het upgraden. Die wil ik allebei ook level 7 hebben. Ik wil eerst zeg maar alles level 7 en daarna ga ik allemaal dingen verder upgraden. Oh ja, en mijn mega Tesla die heb ik ook nog geupgraden naar level 5 ondertussen. Die is ook al ziekelijk overpowered hoor. En op level 6 ziet hij er wel echt baas uit. Helemaal van ijzer. Dus die wil ik ook een keer upgraden. Maar eerst even die dubbele kanon. En gewone kanon en deze Tesla upgraden voordat ik echt de grote upgrades ga doen. Maar bommetje duurt nog 2 dagen, dan is hij level 15 en daarna duurt het nog 5 dagen voordat hij level 16 is. Maar weet je, dat zien jullie gewoon binnenkort weer in de video. Maar ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat natuurlijk al nog niet hebt gedaan. En als je meer Clash of Clans wil zien in de toekomst, laat het even weten in de comments. Dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen en dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!